Hey, goedemorgen. Ik heb echt zo lekker geslapen. Oh, ik ben echt op de perfecte plek voor een vakantie. Check even het uitzicht. Wakker worden, naar buiten stappen en dit zien. Hoe ideaal is dat? Er dwarrelde net ook een vlindertje langs. Vogeltjes fluiten. Oh, kijk, kijk, kijk. Yes, me is happy. En we gaan vandaag naar het strand. Ik ga eerst even checken of ik hier nog 5 dagen extra kan blijven. En een kom vragen van mijn havenmout. That's right. Die heb ik. Die heb ik zelfs nog uit China meegesleept. Yup. Ik vind het gewoon makkelijk, weet je. Dat je 's ochtends niet eerst, als je net uit bed stapt, eerst nog een ontbijt moet gaan zoeken. Bla bla. Ik heb het hier gewoon. En dan kan ik lekker eten. Ik heb ook een waterkoker. Kan ik water even koken. En dan heb ik zelfs warme havermout. Ik ga straks ook even bananen halen. Daar heb ik morgen ook zelfs bananen erbij. Ja, wat mij betreft echt top. Ik vind het alleen maar irritant als ik 's ochtends ergens heen moet om te ontbijten. Terwijl ik eigenlijk als ik uit bed stap meteen wil eten. Dus dat is even het plan voor vandaag. Sweet! Het is gelukt. Ik blijf hier nog 6 nachten. Dus tot maandag 8 juni. Wanneer je dit kijkt is altijd een week later. Dus als je nog tips hebt of iets dergelijks, kan je het altijd beter op mijn Instagram achterlaten. Maar dat is net iets actueler. Even ontbijten met havermout erbij. En de Linda. Mijn moeder heeft deze uit Nederland voor me meegenomen. We gaan naar het strand. En het is 12 uur. Dus een perfecte tijd om te gaan als je wil verbranden. Ik heb factor 50 mee, natuurlijk. Ik ga me echt wel goed insmeren. En ik heb mijn parfum die ik misschien als hoe heet het ook weer? Als zonnescherm wil gebruiken. Wow, dit ziet er toch echt even anders uit dan gisteravond. Ik had die grote bergen toen zeker niet gezien. Het ziet er ook vrij rustig uit, moet ik zeggen. Ik heb begrepen dat nu in juni net het regenseizoen begint. Dus dat betekent dat het shoulder season is, net tegen het einde van het hoogseizoen aan. Zij wachten hier wanhopig op regen, zodat het afkoelt. En ik zeg, nee! Maar ik zat in Indonesië ook in de ergste maand hoor. Februari is het laagseizoen der laagseizoenen daar. En toen regende het ook echt alleen maar in de middag, misschien een paar uurtjes of zo. En voor de rest was het gewoon warm. Echt prima om in een regenseizoen naar zo'n land te gaan. Oh yeah, we zijn bij het strand. Dit is gewoon het Ao Nang Beach. Riley Beach schijnt echt fantastisch te zijn, maar daar ga ik morgen pas heen. Wauw, en veel schaduw zie ik. Dat is echt super chill. Love it. Ik ga even een rondje lopen. Ik was hier zo aan toe. Ik snap dat het lijkt alsof ik de hele tijd op vakantie ben omdat ik aan het reizen ben, maar het is echt een heel ander gevoel of je een dag aan het strand doorbrengt of dat je door een stad heen aan het lopen bent. Dat is gewoon een stuk vermoeiender. Logisch ook, maar soms vergeet je dat. Kijk hoe rustig het strand ook is. Ik vind het ook altijd wel fijn als er wel wat mensen zijn. Ik hoef niet een compleet verlaten strand of zo. In eentje is dat ja, voor mij niet echt een heel veilig gevoel of zo. Ik vind dit wel een fijn plekje om ons strandkamp op te slaan. Kijk, hier zitten mensen. Die mensen zitten daarachter. Kunnen ze nog een beetje op je spullen letten. En daar is een fruitbar. Fruit shake bar. Kan ik zo meteen een shake halen. Super veel schaduw. Ik kan niet wachten om het water in te duiken. Oh, dit is echt zo typisch. Ik ben 5 minuten in het water. En ik word gestoken door een kwal. Ik ben meteen het water. Oh, je ziet het nu wel. Kijk, net een brandnetel. Oeh, zie je dat? Hier, over mijn hele voet. Het is echt net brandnetel. Maar ik ben meteen... Oh man. Het valt nu wel mee, want ik heb hulp gezocht. Ik ben namelijk meteen het water uitgerend. Naar de eerste de beste mensen. Weten jullie wat je moet doen bij een kwallenbeet? Weten jullie wat je moet doen bij een kwallenbeet? Ik had zoveel pijn. Die wisten het niet. Dus ik ben toen naar die fruit juice bar gerend. Daar waren 2 mannen die wisten. Azijn moet je eroverheen doen. Dus ik heb eerst schoongemaakt met zand. En zoet water. Want ik had gewoon water bij me.
Toen hebben ze er azijn overheen gegoten en nu brandt het al een stuk minder. Maar je ziet wel de bladen opkomen. En straks moet ik van het mentholspul eroverheen smeren. Wat je dus ook bijvoorbeeld bij muggenbeten en zo erop smeert. Zo typisch. Nu durf ik dus het water niet meer in. FML. Oh, gelukkig. Het is alweer helemaal aan het afzakken. De azijn helpt echt heel erg goed. Ik vroeg me al af van, hoe zou het voelen om door een kwal gestoken te worden? Uit nieuwsgierigheid. Be careful what you wish for. Want dat is geen fijne ervaring. Het voelt namelijk alsof ik heb zitten voetje vrijen met een bosje brandnetels. Ken je dat gevoel nog vroeger? Dat je als kind lekker zo onschuldig de brandnetels inliep en ineens dacht... Mijn voet staat in brand. Dat dus. Ik heb een passievruchtenshake genomen. En een pannenkoek met ei en tonijn. Deze pannenkoek roept mijn naam al sinds dat ik in Thailand ben. Dus ik dacht, ja hallo, het wordt tijd om te eten. En ik had ook echt geen zin om ergens anders naartoe te gaan om iets cleans te zoeken ofzo. Dus dit wordt mijn lunch. Yum. Ik ben iemand die heel snel verbrandt. En als ik maandenlang niet op het strand ben geweest of in een warm klimaat, dan gebruik ik standaard de eerste paar weken factor 50. Deze van Garnier vind ik echt heel erg fijn. Hij plakt niet, hij smeert lekker uit. Hij is top. Soms kan factor 50, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, zo stroef zijn. Weet je wel, dat het heel moeilijk uitsmeert. En deze is heel fijn. Het is nu ongeveer 4 uur. Ik ga even terug om lekker te douchen. Even al het zand van me afspoelen. Daarna misschien nog even een boekje lezen. En dan natuurlijk weer lekker eten. Oh yes, die krekels. Luister. En? Check dit. Ik had het idee dat de zonsondergang niet zo mooi zou zijn als die van gisteren. Maar het beloofde wel weer zo eentje te worden. Ik twijfel of ik naar het strand moet gaan. Want het strand is wel even een eindje lopen. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om weer zo ver te lopen. Ik wil alleen maar even eten en dan weer terug naar de kamer en gewoon chillen. Want ik wil morgenochtend ook weer vroeg opstaan om naar Riley Beach te gaan. Maar kijk dan. Twijfel. Hoe picture perfect is dit? Ook met die palmboom erbij. Maar de hele lucht is zo. Oh, daar valt het nog wel mee. Maar aan deze kant. En het wordt straks nog veel rozer. Ik heb een vegetarische gele curry besteld. Met wat rijst. En een iced lemon tea. Oh, Thais eten. I love you. Ik ben weer even terug op de kamer. Want er moet natuurlijk ook gewerkt worden om deze vlogs bij jullie te krijgen. Ik wil je trouwens even aan iemand voorstellen. Mijn nieuwe huisdier. Kijker, ik moet hem wel natuurlijk niet bang maken. Hallo. Hoe gaan we hem noemen? Weet je wat ik altijd al wilde? Ik wilde een huisdier een hele gekke naam geven. Dus bijvoorbeeld toen ik een kat had, vroeger, ze leek op een koe. Dus toen hebben we er in het Joegoslavisch koe genoemd. Hé, hij gaat lopen. Maar ik wilde altijd mijn huisdier iets van pen of bank of, weet ik veel, mok of zo noemen. Zullen we hem mok noemen? M-O-Q. Als je weet waar ik het over heb, steek dan een duimpje omhoog. Maar dit is mok met een Q. Mijn nieuwe huisdier. Oké, mag ik even een super creepy fangirl momentje? I just can't. De hashtag FML is too real op dit moment. Check dit. Ze zit aan het zwembad. Ik lag in die stoel. Die stoel. I just can't. Kijk dan. En. Have fun on stage, so. Die stoel, daar. Dit was mijn lobby. Hier liep ik doorheen. Hashtag FML. Ik ben zo'n creepy fangirl op dit moment. Ik ben er volledig van bewust. Please excuse me. Oh, kijk. Mark heeft een vriendje. En die noem ik natuurlijk BJ. Nogmaals, als je weet waar ik het over heb, steek een duimpje omhoog. Hey, het is 1 uur. Tijd om te gaan slapen. Wat een relaxe dag. Echt waar. Zo, ik had hier zo behoefte aan om
gewoon even te beachbommen en niks te doen en hopelijk wat eerder te gaan slapen. Komt vast wel goed. Als ik hier een paar dagen ben, dan vind ik vast wel weer mijn gewone ritme terug. We gaan naar Riley Beach. Schijnt echt een heel mooi strand te zijn. We gaan ook met de boot daar naartoe. Ik heb er echt zoveel zin in. Voor nu, mocht je zoiets hebben van, nee, deze travelvlog was echt niet genoeg, dan heb je hier alvast de vorige aflevering en de afspeellijst van alle oude travelvlogs, om het zo maar te zeggen. En als je geabonneerd bent, ga je morgen natuurlijk sowieso met me mee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en wil je ook mee naar Riley Beach, klik dan even hieronder. Gewoon één keer, gewoon zo, klik. En dan ben je ook geabonneerd en ga je morgen ook sowieso mee naar Riley Beach. Dankjewel voor het kijken, welterusten en ik zie je morgen!